Oké, nou, we gaan straks luisteren naar Simon Richter, ook wel bekend als professor Poltergeist. Simon is hoogleraar aan de University of Pennsylvania in Philadelphia. En hij is in Duitsland begonnen met een onderzoek naar over de cultuurgeschiedenis van groene en duurzame beweging in Duitsland. Tijdens dit onderzoek las hij veel over klimaat en klimaatverandering. En toen hij dit deed, ontdekte hij dat er een groot gebrek is aan urgentie. En dit gebrek is in Nederland blijkbaar nog groter dan in Duitsland. Hij is toen een YouTube-kanaal begonnen als professor Poltergeist en heeft termen geïntroduceerd zoals zeespiegeloptimisme en polderarrogantie. Hiermee vraagt hij zich af hoe toekomstig bestendig Nederland eigenlijk is en het waterbeheer is. Nou, we werpen dus een blik op de toekomst hiermee en dit is natuurlijk problematiek voor de volgende generaties. Ik ben onwijs benieuwd naar het verhaal en ja, ik wil u van harte uitnodigen om op het podium te komen. Ja. Oké. Oh, ik kan ook zien hoeveel tijd ik heb, dat is prachtig. Heel erg belangrijk. Ja, fantastisch dat ik hier mag zijn. Ik vind het zo mooi dat Ludolf het gedurfd heeft me uit te nodigen. Ik vind het ook prachtig dat jullie twee buitenlandse bevers uitgenodigd hebben die aan jullie waterverhaal zitten te graven, omgraven, uitgraven enzovoort. En ik hoop dat iemand snel even een foto van me maakt. Oké, en nu ga ik vertellen. Ik hoop dat ik genoeg tijd heb. Let's see. Oké, dus ik ga vertellen over tussen Need. Need, kennen jullie dat? Northern European Enclosure Dam van Sjoerd Groeskamp, NIOS. Een idee, een hele gekke idee. Daarover gaan we het hebben. En de Duitse grens. Dus Need, dat is zeewaarts. En Duitse grens, dat is meebewegen, maar verplaatsen. En de grote beslissing die Nederland te wachten staat. Op weg hier naartoe dacht ik opeens, weet je wat? Het is alsof wij een holding pattern hebben in Nederland. Hè? Dus vliegtuig vliegt daarboven, weet nog niet op welke baan dat vliegtuig gaat landen. Zal het meebewegen zijn? Zal het zeewaarts zijn? Beschermen enzovoort? Die beslissing kunnen we nog niet maken. Er is nog heel veel te verkennen. En het is een moeilijke te maken. Maar enzovoort. Dus we gaan het daarover hebben een beetje. Oké, even kijken wat er komt. Dus ik ben hier. Ja, ik wil vertellen, waarom ben ik hier? Ik kom uit Philadelphia en ik ben nu in Arnhem. Hoe komt dat? Ik ben er met 6 studenten van mijn universiteit. En ook met een collega, professor of fine arts, Joshua Mosley. En wij zijn hier om onderzoek te doen, dat hebben we gedaan. En om twee video's te maken. We hebben de scripts al geschreven. De ene gaat over bodemdaling, de andere gaat over, even denken, Bagger. Over Bagger. Deze week zijn de studenten ermee bezig heel veel te tekenen. Dat heet storyboarding. En ze maken een animatic. En dat sturen we aan onze experten. Daarvan zijn er enkele hier in de zaal. Ludolf bijvoorbeeld en Wout de Vries. Jullie hebben de teksten al gezien. De eerste versie daarvan. En het gaat zo heen en weer tussen de deskundigen en de kunstenaars. En we hopen uiteindelijk een leuk product te hebben. Een leuke video. Wat natuurlijk ook een beetje confronterend is. En ik wou alleen maar hier even laten zien. Daar zie je Wout en daar zie je Ludolf en ook de kunstenaars met iemand van Boscalis en Rob Dijkstra van Rijkswaterstaat. We wouden weten hoe ziet de zandsuppletie eruit. En we mochten erbij zijn bij Ameland. Dus die gastvrijheid die ik genoten heb, wij genoten hebben van Ludolf, van Wout en van heel wat meer mensen, dat is gewoon prachtig. Oké. Dus onzekerheid. Waarom? Dus waarom deze verhaal? Dit kennen jullie misschien, dat kwam van Deltares. Dat is al een paar jaren oud. Ik weet dat Wout zich over dat getal daar 60 mm ergert. Maar wat ik hier heel belangrijk en mooi vind, is dus dat is Nederland, dat herken je. Maar dat Antarctica zo dichtbij is, dat is prachtig. Dat is belangrijk, hè? Letten jullie op Thwaites Glacier?
Letten jullie op de wetenschap dat daar met hoge urgentie wordt gedaan? En wat we leren, dat maakt zorgen. En daarom denk ik, is dit verhaal heel belangrijk. Want dit hebben we nog nooit gehad. We hebben nog nooit gezien dat opeens Antarctica zo dynamisch wordt. En wat je leert, dat is zorgwekkend. Oké, dus we beginnen met onzekerheid. En zoals Iris zei, zie ik of ervaar ik vaak, denk ik, in Nederland, maar niet alleen maar in Nederland, iets wat ik zeespiegelstijgingsoptimisme noem. Het komt wel goed, het valt wel mee. Het zullen er maar 30 centimeter zijn, of het zullen er maar 80 centimeter zijn, enzovoort. En ik begrijp dat ook heel goed dat je dat zegt, hè? Want je hebt ook een getal nodig voor je planning enzovoort, dat is belangrijk. En je kijkt dan naar KNMI of IPCC of weet ik veel. En vaak zijn die nummers van het verleden. Dus 3 jaar geleden, 5 jaar geleden, 10 jaar geleden. Ik hoorde laatst, wat was het? De Veerman scenario. Dus 2008 en Veerman scenario is er nog. Dus mensen denken van ja, Veerman zei dat 2008. Dus dat is voor mij een richtlijn. Maar er zijn mensen, bijvoorbeeld mijn collega Michael Mann aan de University of Pennsylvania, die maken zich werkelijk heel grote zorgen. Kijk, Greenland Ice Sheet, West Antarctic Ice Sheet, perhaps a bit of the East Antarctic Ice Sheet as well, die komen los. All told, that's around 10 meters of sea level rise we could commit to in the very near future, or perhaps have already. We weten natuurlijk niet hoe snel dat gaat, maar er zijn scenario's, er is wetenschap dat zegt, het kan veel sneller als we denken. Dus dat is ook heel zorgwekkend. Oké. Nou, dat kennen jullie allemaal. De reden eigenlijk waarom ik hier ben, heeft alles met meebewegen te doen. Dus het is niet zo duidelijk, maar die drie zijn allemaal technische oplossingen. En het klopt ook, op een manier is dit ook een soort van technische oplossingen, maar een andere soort van technische oplossing. Wat ik zo interessant vond, was dat een land, dat is heel apart, dat een land zich in stand is zich voor te stellen, hoe ziet het eruit? Hoe zou het eruit kunnen zien als dat water toeneemt en wij kunnen het niet bijhouden en het wordt geïnundeerd. Dus dat heb je op de ene kant, heel interessant. Maar wat ik ook prachtig vond als hoogleraar Duits, was dat hier Duitsland stond. Dus in die drie wordt Duitsland niet aangegeven. Hier zie je wel grens, maar staat niet Duitsland, staat niet België. Hier staat ook België, dat is ook belangrijk natuurlijk. Maar voor mij, ik ben hoogleraar Duits, dus dat vond ik heel interessant. Daar wou ik meer over weten. Oh, nu zien we het. Ja, dus er is een verhaal dat komt van die kennisinstituut Zeespiegelstijging. Het zegt dat op den duur, op lange termijn, zal het hierop afkomen, kiezen we voor het ene of het andere. Misschien is dat zo'n dilemma, ik weet het nog niet. Maar in ieder geval is het belangrijk dat over meebewegen wordt gesproken. Over zeewaarts kan je heel makkelijk praten. Als mensen dat beeld hebben gezien, ik zag het toen het eerst uitkwam op tv, in town hall meetings bij de Bali of Pakhuis de Zwijger enzovoort, waren mensen enthousiast over dat beeld van die tekening van zeewaarts. Want het is zo lekker druk bezig, dat lijkt echt Nederlands, terwijl dat juist niet Nederlands lijkt. Duitsers, met wie ik heb gesproken, denken van, wauw, Nederlanders die in stand zijn zich dat voor te stellen, die zijn haast een beetje Duits. ik begrijp wel waarom dat moeilijk is, zich dat voor te stellen, zeewaarts. Oké, wat ga ik nu doen? Oh ja, ik laat nu even een videootje zien. Dat is 5 minuten ongeveer. Ik weet niet of jullie al een Poltergeist video hebben gezien. Deze heet Is the Netherlands Too Deep to Fail? En dan gaan we het verder over need hebben. Oké, dus beginnen we. The Dutch have been gambling with the sea for centuries. The land winnings have been good, even if there were occasional busts.
With storm surge barriers up their sleeves, it seemed like the game could go on forever. But there's a new game in town. Come here, big guy. If you like high-stakes gambling with a whole new level of risk, this game's exactly what you're looking for. Let's check out the Dutch gambling profile. What are their strengths? They have an integrated water defense system, a dedicated money stream, a fleet of world-class engineers, scientists, and architects, and a whole lot of attitude. We live in the safest delta on Earth. Our dikes will protect us. That attitude may not be a strength. What about their weaknesses? 26% of the country is below sea level. An additional 34% is vulnerable to river flooding. They're so confident in their technology, the public tends to forget about risk. And that's before we add in climate change. Scientists cannot rule out the possibility of 2 meters of sea level rise by 2100, or 5 meters by 2150. 5 meters. All eyes are on the Dutch as they place their bets. So, big guy, what's your wager? 1 million new housing units in 10 years, and we're going to build them in vulnerable areas, like here and here. Now, that's what I call raising the stakes, not just because they place even more people at risk. What they're really doing is raising the stakes against themselves. New developments limit their ability to adapt. They leave no room for higher and wider dikes. They crowd out space for storing excess water. If dikes fail in densely populated, low-lying areas, mass evacuation may not be possible, and buildings could be too low for heads to stay above water. What are the Dutch thinking? To understand, we'll have to peer beneath the surface. Remember Too Big to Fail? In 2008, American banks were teetering on the brink. One of them sank. The government bailed out the rest. They were too big to fail. What if too deep to fail is the new, unspoken Dutch gambling strategy? The more assets we put in risky areas, the more likely it is the government will protect us. It's the perfect bet. We're guaranteed to win. Okay, but how exactly will the government protect you? The current plan is to raise dikes in anticipation of 1 meter of sea level rise by 2100, and they're well behind schedule. They'll need something more drastic than that. Maybe they'll raise the stakes and build a monumental seawall in front of the Dutch coast. A string of interconnected barrier islands, new land winnings bustling with activity, fossil-fueled pumps at full throttle expelling the Rhine and the Maas into the North Sea. But won't the sea just sneak in around the German and Belgian coasts? Maybe, just maybe, without admitting it to themselves, the Dutch are betting on something else. Mega problems call for mega solutions. A Dutch oceanographer came up with an idea he calls NEED, the Northern European Enclosure Dam. He hopes we'll never need it. Imagine this, a dam that runs from France to England and from Scotland to Norway, enclosing the entire North Sea and the Baltic to boot. Fortress Europe. To build it requires all the sand the world uses in a year. All the sand. It's technically and financially feasible. Politically iffy, diplomatically dubious, ecologically disastrous, humanly bankrupt. Is this really the path the Dutch are on? Can they still retreat from too deep to fail thinking and place bets in safer locations? Here are some reasons to be hopeful. Research institutes and designers have added new strategy cards to the deck. The Delta Commissioner called for rules that make it difficult to place bets in vulnerable places. The government created a new cabinet post for housing and spatial planning and appointed a dapper gentleman who knows a thing or two about shoes, regardless of whether they're dry or wet. And families are thinking twice about where they want to live. Any way you look at it, climate change is in the cards, and there is a lot at stake. Will the Dutch play a winning hand? We'll be watching. Okay.
Dat was het. Ik vind dat heel aardig dat jullie hebben geapplaudeerd en ook hebben gelacht. Dat vind ik prachtig. Oké, dus dat is de Northern European Enclosure Dam. Degene die dat uitgedacht heeft, wil niet dat dat gebeurt. Het gaat hem eigenlijk om mitigatie. De bedoeling was, je hoort erover, je leest een studie en je denkt van, dat is toch te gek. En daarom zou je, vooral als Nederland, zo laagliggend, zou je zeggen, we zetten vol op mitigatie, want het is zo, zo belangrijk. Hè? Dus dat was de bedoeling. Maar u weet het misschien, in TU Delft zijn er mensen die hoorden ervan, en lazen erover en dachten van, hé, dat zouden we toch wel kunnen doen. Dus onderzoek is al gaande. Goed, meebewegen. Dus meebewegen is een vaag term. Men weet niet precies wat dat betekent. Ik wil het een beetje uitpakken. Dit moet ik nu, hoe noem je dat, herzien. Want ik heb de eer om mee te doen bij die Consortium voor Meebewegen, het kennisprogramma Zeespiegelstijging heeft opgericht. En ik was in een groep met Harm Albert Santing, die in het begin, voordat het begon, zei in de Financiële Dagblad, even kijken, meebewegen is in ieder geval niet terugtrekken. Dat zei hij in het begin. Maar maandag waren we samen en hebben we ons voorgesteld, hoe ziet het eruit als er 5 meter zeespiegelstijging is? En dus er werd wel over terugtrekken gesproken. En het was echt een bevrijend gesprek. Oké, klopt. Het is niet makkelijk geweest en het is nog steeds moeilijk om terugtrekken in het Nederlands te zeggen. En men deed alles om het niet te hoeven te zeggen. Hè? Dus meebewegen zouden we gebruiken, maar daarachter schuilt terugtrekken. Kan je daar lezen? Omdat meebewegen en terugtrekken in Nederland naar verwachting in combinatie uitgevoerd zal worden, zijn deze strategieën samengenomen en wordt er verder gesproken over meebewegen. In het Engels, dus voor de IPCC, is meebewegen eigenlijk accommodate. En terugtrekken is retreat. Het zijn verschillende adaptatiepaden. Maar in Nederland heb je meebewegen en daarachter schuilt terugtrekken. Af en toe, je hebt die 4 adaptatiepaden, ken je, maar er is een 5e, maar die laat zich niet vaak zien. Af en toe wel, en dat is ooit gebeurd en ik maakte er meteen een screenshot van. Je ziet verplaatsen, dat lijkt op die andere. Hè? Gaat als zeewaarts die richting opgaat, gaat verplaatsen die kant op. Dat zie je daar. Daar staat noordwaarts, ruimte voor de rivier, en Kingston, USA. Dat is heel interessant. Oké. Heel lang, of nou zo lang niet, maar dat was een interne gesprek. En ik geloof dat Rolf Schuttenhelm met dit artikel, januari of februari 2019, was haast de eerste die uitgebreid over deze dingen sprak. Zodat mensen in het publiek er ook over konden weten. Wat ik enorm interessant vond, was deze citaat van Kim Cohen. Duits als verplichte tweede taal. Dus blablabla, je komt uit bij een scenario dat van Randstad Holland naar Zandstad Veluwe gaat. Of waarin we gewoon aansluiten als deelstaat binnen Bondsrepubliek Duitsland. En Duits zal een verplichte tweede taal moeten worden op de middelbare school. Waarom? Dus ik dacht, waarom? Het is alsof ik Nederland, dat doe ik in de eerste video, daar is Dr. Poldergeist's couch. En ik zeg, Nederland, neem plaats op de couch. We gaan free association spelen. Ik zeg een woord en jij zegt het eerste woord wat je in de kop komt. En ik zeg, terugtrekken. En Nederland zegt, Duitsland. Ja, het past gewoon zo samen. Oké. Ik heb lang daarover nagedacht. Ik geloof dat ik nu begrijp, of dit is tenminste mijn theorie.
Je hebt op de ene kant dus niet Northern European Enclosure Dam. En daar moet je zeggen van, dat willen we niet. Dat is een schrikbeeld. Misschien niet in Delft, maar voor de rest van het land zou het een schrikbeeld moeten zijn. En dat geldt ook voor de Duitse grens. Dat zijn dus, dat is het schrikbeeld van meebewegen. En dat andere is het schrikbeeld van zeewaarts. Dus we zullen waarschijnlijk ergens daartussenin landen. En die schrikbeelden hebben een functie. Om ons te waarschuwen eigenlijk. En ook te zeggen van mitigatie is enorm belangrijk. Oké, ik weet niet of jullie dit hebben. Hoeveel van jullie hebben al Patrick Nederkorn's stuk Hoogtij gezien? Kijk eens aan. Maar eentje. Goh, dit hele zaal moet naar Patrick Nederkorn's stuk. Dus hij speelt het in het Duits en het Nederlands. Nederlands is het Hoogtij. Fantastisch. Kijk maar op zijn website. Hij speelt het overal in Nederland in theaters. En het gaat over dat schrikbeeld. Wat als wij naar Duitsland moeten trekken? Heel, heel leuk. Maar heel persoonlijk, fantastisch doet hij dat. En ik werk nu met Patrick samen. Oké, dit ga ik overslaan, denk ik. The war room picture. Omdat ik misschien niet genoeg tijd heb. Dus ik wil nu even vertellen over wat ik... ik wil vertellen van wat ik over meebewegen heb geleerd in de tijd die ik hier ben geweest. Die 4 weken die we hier zijn geweest. Dus we waren echt benieuwd. Wat betekent meebewegen? En we hebben met archeologen gesproken in het noorden, op een wierde. Dat is Maarhuizen, is dat. En wat heel apart is aan deze wierde, aan deze terp, is dat het niet, het is nog heel vlak. Dus het is niet zoals in Ezingen, waar men heel veel daarvan al heeft uitgegraven, omdat men dat aarde nodig had. Hier merk je het haast niet. Je moet echt kijken. Dat gaat heel langzaam naar boven, een beetje, een paar meter enzovoort. En hij en anderen zijn ermee bezig onze voorstelling van hoe het was in de pre-dike era. Hoe zag dat er eigenlijk uit? Ik begrijp dat als je dat Nederlandse waterverhaal vertelt, zoals we het ook net hebben gehoord, dan is het belangrijk dat je zegt van, goh, wat was het slecht toen. We hadden altijd natte voeten. Je stapte uit bed en was je zo al in het moeras stapte je. Maar dat was niet zo. Dus dat zijn common misconceptions. Entire landscape does not flood twice a day. People didn't lead a miserable life. Terps didn't suddenly lose function overnight. Terp habitation can't be seen as an initial phase of habitation leading up to permanent embankments. Terps testify to a profoundly different mindset than dikes. And the mindset is die van meebewegen, zou ik zeggen. Oké, dit zijn dingen die ik heb gehoord. Annemieke Nijhoff, de directrice van Deltares, zegt in Pakhuis de Zwijger, als het toch niet lukt, misschien beter weer vrienden worden met Duitsland en een beetje gaan opschuiven. Dus interessant. Ik heb in Haus der Niederlande in Münster heb ik een tentoonstelling georganiseerd. Haus der Niederlande, dat is een oud gebouw die bestond al in die tijd van de 80-jarige oorlog. En daar heeft de Spaanse delegatie en ook de Nederlandse delegatie, die kwamen daar samen en ze hebben de Vrede van Münster daar verhandeld. En in dat gebouw, waar de onafhankelijkheid van Nederland zo ontsprong, zo te zeggen, heb ik een tentoonstelling georganiseerd die naar een Nederland van de toekomst kijkt. Alle, of haast alle, designs van Lola, van Kuiper Compagnons en van Wageningen en van Kim Cohen en noem maar op, die zijn er in groot formaat te zien. Dat was een soort van provocatie. Hè? Want ik vond, dit gesprek gebeurt in Laag-Nederland. Haast niet in Hoog-Nederland, helemaal niet in Duitsland. Maar als Duitsland, die grens,
wij meebewegen op de kaart staat, dan is het toch belangrijk dat we ook met Duitsers erover praten. En ik dacht, ik neem dat mee naar Duitsland, naar het plek waar Nederlands onafhankelijkheid is ontstaan. En daar laat ik het zien en dan zien we ook wat er gebeurt. Er zijn inmiddels 3-4 weken zijn er meer dan 1000 mensen, 1000 bezoekers zijn gekomen om die tentoonstelling te zien. Het zijn Duitsers, Nederlanders, ook andere buitenlanders komen daar naartoe. En het is heel leuk te zien hoe ze kijken, hoe ze daar met elkaar over praten, zitten te piekeren. Die kaart op de bodem hier, dat is van CRA, dat is de Rijn-Delta, de Rijn-systeem. Kunnen ze ook op kijken. En daar waar die mensen zitten, die kijken naar poltergeist-video's, wat ook natuurlijk ook heel leuk is. Oké. Okay. In Venlo, bij Fontes, hebben we een samenkomst georganiseerd met studenten uit Duitsland en uit Nederland, dus Limburg. En dat heette Debordering Climate Change. Dat was ook een heel leuk gesprek. Enkele van jullie komen zeker uit Hoog-Nederland. En ik denk vaak Laag-Nederlanders weten niet dat in Hoog-Nederland men een beetje anders denkt dan man kan niet aannemen dat in Hoog-Nederland men dat precies zo ziet. Doe je een paar Hoog-Nederlanders en Duitsers samen en spreek je over de toekomst, dan denken ze vaak of ik heb het gehoord, van zoveel geld investeren in keringen, in dijken, hogere dijken enzovoort, voor die 2 meter of meer die op den duur komen, dat is enorm veel geld. En wij zouden ook eigenlijk een deel van dat geld willen hebben. En zou het niet ook zinvol zijn om ook in infrastructuur in Hoog-Nederland, in Oost-Nederland te investeren en ook die verhoudingen, die betrekkingen tussen Duitsland en Nederland, Nederland en België, België en Duitsland enzovoort, sterker te maken en te beginnen daarover te denken, hoe, niet alleen maar wat doen we als, maar hoe kunnen we ook mensen motiveren om naar het oosten te trekken, zodat een soort van managed retreat langzaam begint. Op een manier dat ook zinvol is. Oké, wat hebben we ook nog meer gedaan? Patrick en ik hebben in Vreden en Winterswijk de tweede Vrede van Münster, zo heet dat, hebben we georganiseerd. Hier spreekt Patrick na zijn voorstelling, praat hij met de burgemeester van Winterswijk en de burgemeester van Vreden over vriendschap tussen Duitsland en Nederland ten opzichte van die grote immigratie die zou kunnen komen. Of migratie die zou kunnen komen. En de volgende dag hadden we een workshop in Vreden waar Duitsers en Nederlanders samenkwamen. Maar ook, ik weet niet, hoeveel van jullie kennen de man die rechts van me zit? 1, 2, 3, ja, dat is Jos van Alphen. Dat is die directeur van het kennisprogramma Zeespiegelstijging. We hebben hem naar Vreden uitgenodigd. En hij heeft met een lokaal historicus over de verbindingen tussen, of verbanden tussen de eerste Vrede van Münster en de tweede Vrede van Münster gesproken. Dus over meebewegen. Je ziet ook meebewegen daar rechts boven Jos zijn hoofd. En ook de poster van Patrick's. In het Duits heet het Die Orangene Gevaar, die Hollander Kommen. Oké. Okay. En we hebben het ook in Münster gedaan. Dus hier zit Patrick. In dit geval was Jos er niet bij, maar iemand van Rijkswaterstaat was erbij. Ook iemand van de Potsdamer Instituut voor Klimafolgenforschung. Een specialist voor migratie, ook heel belangrijk. En mijn collega Matthijs Bouw van de University of Pennsylvania en One Architecture. Oké. Dus wat ben ik uiteindelijk? Ik denk dat ik nu begrijp wat ik doe of wat mijn rol hier is. Ik ben niet een vertegenwoordiger van meebewegen. Ik ben een vertegenwoordiger daarvan dat meebewegen op tafel blijft.
dat er over wordt gesproken en dat ook culturele factoren een rol spelen. Dan ik denk vooral voor meebewegen, maar ook voor die anderen zijn die culturele aspecten ook heel erg belangrijk. En dat was het. Bedankt. Nou, hartelijk dank. Weer een ontzettend interessant verhaal. En het zet mij ontzettend aan het denken. En wat is nou de beste oplossing en hoe gaan de komende generaties hiermee om? Dus dat is in ieder geval goed gelukt. Even kijken. Misschien is het wel leuk om weer even een stelling te doen. Dus ik pak al mijn kaartjes erbij. Ja, we hebben hier net natuurlijk naar gekeken. Maar de stelling is, Nederlanders zijn echte gokkers als het gaat om waterverhaligheid. Mag ik een woord vooraf zeggen? Tuurlijk. Heel kort. Ja, dus wat we daar proberen te doen, en dat proberen we bijna altijd met de video's, is het Nederlandse waterverhaal een beetje anders vertellen. He? Dus het verhaal is het verhaal van de eeuwige strijd met het water. En wij dachten, we vertellen dat op een andere manier. We vertellen het als het eeuwige gokspel met het water. Ja. Ja, en een andere kijk erop is natuurlijk ook hartstikke goed om Nederlanders een beetje wakker te schudden, zou ik zeggen. Kaartjes in de lucht voor deze stelling. Is er eens, oneens? Iets meer verdeling dan net, zie ik. Dat is wel veel oneens ook. Toch ook wel mensen die eens zijn en een beetje neutraal. Jullie gokken niet. Nee, er wordt niet gekokt. Oké, goed. Overwegend oneens wel. De vorm. We doen er gewoon nog één. Waterveiligheid moet veel meer geïntegreerd worden met maatschappelijke ontwikkelingen, zoals natuur, woningbouw en economie. Ja, daar is, kijk. Ja, iedereen is daar mee eens. Ja, daar is iedereen wel mee eens. Ja. Ik moet zeggen, dat ben ik zelf ook wel mee eens. Even kijken. We hebben super. Is geen rooie. Ja, ik zoek inderdaad wel een rooie, want oké, dan zitten we hier in de kerk van de believers. Ja. Ja? Kijk, daar. Oh, daar zit een rode. Ja, dat is natuurlijk uitlokken. Kom er maar in, Wout. Even iemand een microfoon? Microfoon? Ja. Nee, niet afgeven. Ja. Nee, ik... Doet hij het? Oké. Okay. Nou, ik ben het hier namelijk van harte mee eens. Maar het punt is, en dat gaat mij over het laatste stukje economie. Johan van Veen die zei ook al, eens zullen wij met een zucht van verlichting dit land aan de golven prijsgeven. Dat is ons wenkende perspectief. Maar in andere woorden, dat moet het ook wel waard zijn, ook in economische termen. En wat ik tot nu toe eigenlijk mis in de beide verhalen, is dat wij voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Het kost namelijk helemaal niks, nou bijna helemaal niks, 0,2 tot 0,5% van het bruto nationaal product, om zo te leven als we het doen. En dat doen wij heel goed georganiseerd. Kennisprogramma Zeespiegelstijging heeft doorgekeken naar 3 en 5 meter hoogte. En daar komt uit, tot dat soort waarden kunnen wij doorgaan met de strategie zoals we die hebben. En tegen ook 1,5 tot 3 keer de kosten. Dus dat is heel goed te doen. Maar er zit één grote adder onder het gras. Je kan niet verzaken. Je moet door blijven gaan. En daarom hebben we deze verhalen zo nodig. Want ik heb begrepen, veranderingen die komen niet via de feiten, maar die komen via de kunst, via de schilders en de dichters. Dus ga alsjeblieft zo door met ons te prikkelen. Maar hou in de gaten dat het op een gegeven moment wat wij tot nu toe doen niet zo dom is. Mooi. Daarmee gaan we toch even kijken of we er nog een beetje op spanning kunnen zetten. Want de keuzes die we nu aan het maken zijn. Vandaag weer de trekkers die naar Den Haag rijden. Hoeveel ruimte gaan we in Nederland geven? Ik ga hem even natuurlijk een beetje chargeren. SEC voor landbouw en natuur. Voor het landelijk gebied. En daar moest ook nog iets van energietransitie. Dus daar moeten we windmolens en zonnepanelen gaan leggen. En er waren ook nog jonge generaties die tegen ons zeggen, maar wij willen ook wel ergens wonen. Dus laten we even terug naar jouw verhaal gaan, Simon. Zou je nou tegen Iris zeggen, als ze nou moet gaan kiezen tussen die prachtige, mooie, nieuwe woonwijk, het 5e dorp in de Zuidplaspolder, of die schitterende in of aan de rivier de Rijn in Arnhem, waar moet ze dan gaan wonen? Mm-hmm.
Mm-hmm. Nou, ik denk... zal ik zeggen? Nee, heel leuk was in september of oktober was ik hier. Eind september was ik hier met een groep designstudenten van de Weizmann School of Design in Penn. En wij hebben als onderwerp meebewegen en verplaatsen gehad. En we keken naar Hoog-Nederland en we waren dus heel veel in Hoog-Nederland. En natuurlijk ook een beetje in Rotterdam, in Amsterdam, Randstad en zo. En na het einde vroeg ik hen, dus jullie hebben Hoog- en Laag-Nederland gezien. Jullie weten de feiten. Als ik jullie nou vraag waar willen jullie wonen, wie wil er in Hoog-Nederland wonen? Gingen misschien 25% van de handen hoog en 75% wouden in Laag-Nederland wonen, Randstad. Dus ja, voor de volgende... wat weet ik, 30, 50 jaar is het waarschijnlijk veilig. En dus ik begrijp waarom. Dus ik denk niet dat het eigenlijk... Het is het wel, maar op een manier is het ook niet een vraag aan ieder individuum. Het is eigenlijk een vraag van beleid. Dus op den duur wil je het niet aantrekkelijker maken om in Hoog-Nederland, dus in de Achterhoek of in Nijmegen, Arnhem. Zijn prachtige steden. En Maastricht, Limburg enzovoort. Wil je dat niet aantrekkelijker maken? Want op den duur zou dat waarschijnlijk wel zinvol zijn. En dat heeft, dat is ook voor de woningbouwopgave, voor andere dingen is dat ook belangrijk. Dus ik denk, Iris, je kan hier of daar wonen, zeker. Maar ik vind het belangrijk dat beleid zegt van, jongens, we moeten dat toch wel een beetje langzaam in beweging zetten, zodat we niet zo'n gokspel spelen. Alles op Laag Nederland zetten, of bijna alles. Alles op de techniek zetten. En dan blijkt, oh, scheisse. Om Duits te reden. Scheisse. Het gaat veel sneller op Antarctica dan we hadden gedacht. En ja, je kan zeggen van, oké, technologie, we kunnen dat aan. Maar dat duurt. Dat duurt niet 10 jaar, 20 jaar, 30, kan 40, 50, 60 jaar duren. En dan opeens gaat het nog sneller. En dan het is een klein mogelijkheid, maar het is een mogelijkheid die is niet uit te sluiten, vind ik. Ja. En ik hoor je eigenlijk zeggen, kijk nou ver vooruit. Hou rekening met die zeespiegelstijging scenario's, waarvan we eigenlijk elke keer toch ook de zwartste scenario's werkelijkheid zien worden. Ik hoor jou en Tim eigenlijk ook zeggen, en overstromingen gaat dus niet alleen over zeespiegelstijging, dat gaat ook over de extremen in de rivierafvoer. Dat gaat ook over de waterbommen die in Limburg, België, Duitsland vielen, waar de doden bij vielen. Dus verhoud je er toe. En ik zat net ook een beetje te denken, inderdaad, weet iemand nu nog wat PIW was? Jullie zitten daar allemaal, jullie zijn lid van, hè? Ja, hè? Zeg maar even, wat is het? Professionaliseren instandhouding waterkeringen. Als we die nou even nog neer zouden mogen leggen, hè? Want dat is dus inderdaad de techniek en de zekerheid waarvan eigenlijk Simon ook zegt, dat is gokken, maar misschien wel op het verkeerde paard. Even een alternatiefje ervoor. PIW, want die afkorting moet je houden, hè? Dus moet je allemaal nieuwe visitekaartjes gaan maken, gaan we niet doen. PIW? Professionalisering, interactie, waterbewegingen, zoiets dergelijks. Ja? Wat doen dat? Ja. Okay. Nog even misschien naar jou of de zaal, Iris? Ja, nee, ik wilde alleen nog zeggen inderdaad... Over, ja, Nederlanders zijn gewoon een beetje eigenwijs. Dat zit erin. Dus qua dat hele, we moeten iets meer terugtrekken of juist wat meer, nou, interactie met het water is inderdaad dan een goed woord. Want ik zou wel in de Randstad willen blijven wonen persoonlijk. En wellicht volgende generaties ook nog. Maar ik merk inderdaad dat zeespiegeloptimisme, dat zit er wel lekker in bij Nederlanders. Die mentaliteit is er wel. En dan denk ik van, hoe gaan we nou die mentaliteit zo kunnen omzetten dat we ze even goed wakker schudden? En dan inderdaad die veel ergere scenario's, die komen in mijn ogen niet genoeg aan het licht. Want mensen zien die gewoon niet. En misschien mensen hier in de zaal wel, die zijn ermee bezig, dat is hartstikke goed. Maar de normale Nederlander zou niet zeggen van, misschien moet ik naar Maastricht verhuizen of naar Duitsland.
om van die zeespiegel, ja, van dat, zodat we meer ruimte kunnen maken om toch wat meer interactie te hebben met het water en de balans daartussen te vinden. Dat vind ik wat ik het meest meeneem eigenlijk. En ja. Mooi. Dat lijkt me een shout-out naar alle professionals die daarmee bezig zijn, naar alle bestuurders die daarmee bezig zijn. En degene die ons wakker blijft schudden met vrolijke, ernstige en oproepen, onze professor Poldergeist. Geef hem nog een warm applaus.